onder de A10 is een prachtig kunstwerk. Van Leo van Münster, de oase. Hier was een prachtige oase waar je hieronder ging met helemaal licht en het was prachtig. Maar op het ogenblik is het donker, we zien niks meer, het is naargeestig. En dan slapen nu mensen slapen onder het kunstwerk. Ik ga even met de kunstenaar praten en kijken wat er aan de hand is, zeg maar. Leo. Vincent. Je bent de kunstenaar die dit in 2008 heeft, dit kunstwerk gemaakt. Het is overal gewaardeerd, iedereen vindt het geweldig. En nu ziet het eruit als een enorme teringzooi. Wat is er aan de hand? Nou, ik moet je even excuseren. Ik laat even de mensen eruit. Ja, oké. Okay. Dus het wordt nu gebruikt als een homeless plaats. Het hek was kapot getrokken en je kunt er niet uit. Nou, we stoppen even met filmen uit respect. Ja. Eens even kijken wat er over is gebleven van deze prachtige plek. Jezus, Mina. Oh my god. Dit was de oceaan. En daar was de palmbomen en hier was de waterval. En er was prachtig licht daar. De kabels zijn weggehaald. En het is nu een ongelofelijke teringzooi. Dat is echt wat het is. Ja, vreselijk. Ik ga eens even Leo vragen wat hier nou eigenlijk gebeurd is en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want dit was een enorm gewaardeerd kunstwerk. Het was een geweldige opening en iedereen in de stad vond het geweldig. De kunstraad vond het prachtig en dit kunstwerk is niet beschermd. Ja. Kijk. De deur is kapot gemaakt en dat is heel vaak zeg maar gerapporteerd. Ja, kijk maar, er zit gewoon geen slot in. Ja, het slot is er gewoon uitgehaald. Ja. En jij hebt er nu een ander, je hebt nu zelf een slot eromheen gedaan. Ja. Lee, hoe is dit zo kunnen gebeuren? Nou, dat heeft nogal een aanloop. En ik stel de gemeente aansprakelijk, want het is gewoon... Ja. Even hier, in 2008 was hier een groot feest met barbecues en dit en de wethouder. En dit was de onthulling van jouw oase. Ja, niet met de wethouder, maar wel met mensen uit de gemeente inderdaad. Oh. Ja. En een leuke barbecue en het was echt gemeente. Dus ik dacht, nou, wat fantastisch dat in zo'n vogelaarswijk toch ook kunst in openbare ruimte kan. Ja. De gemeente wilde niet aan meebetalen, heeft rotsteel gedaan in het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Het enige wat de gemeente moest doen was zorgen dat de hekken dicht waren. En zorgen dat de verlichting werkt. Het enige wat al die jaren, we hebben het over 2008 en het is nu 2023, ja. Al die jaren niet goed verzorgd is, is het dichthouden van de hekken en de lampen. En dan zegt de gemeente, ja, 100% garantie kunnen we niet geven. Maar je hebt net zelf gefilmd, er zit niet eens een slot in de deur. Elke keer maak ik er melding van, het kost me zeeën van tijd. Elke keer zeggen ze, ja, we gaan er wat aan doen, maar er gebeurt niks, 0,0. Ik heb... vorige week de wethouder erop aangesproken. Dat heb ik in december 2022 ook gedaan. Die mailtjes aan de wethouder komen bij haar niet eens aan. Die gaan gelijk naar de ambtenaar die verantwoordelijk voor is. En die doet dus niks. Wie is die ambtenaar? Ja, dat is niet netjes om te noemen. Oké, okay, dus dat doen we dan maar niet. Maar er is een ambtenaar en die is nou niet direct enthousiast om dit zeg maar een beetje te beschermen. In eerste instantie was hij wel enthousiast. Want dit heeft zelfs jarenlang op de gemeentelijke site gestaan. Kunst en openbare ruimte. Er stond dit werk als voorbeeld. Ja? Als ik zei, maar het moet ook wel onderhouden worden. Dan zei hij, ja, maar je hebt het zelf gemaakt. Dan moet je het zelf ook onderhouden. Nou, ja. En toen begon al een beetje een raar ding. Want je hebt het zelf geïnitieerd en je hebt ook echt zelf gezorgd voor de funding. Ja, ja. En Rochdale heeft de helft betaald in het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Ja. En de gemeente wist niet eens dat deze plek van hunzelf was. Die dacht, het is van Rijkswaterstaat. Zelfs dat heb ik helemaal uitgezocht. En op een papiertje, hé, maar jullie zijn de eigenaar. Wat hebben ze toen gedaan? Ik huurde daar achter een ruimte. Hebben ze me daar uitgegooid en zeiden ze, nou, dan gaan we deze ruimte voor veel geld verhuren aan Reggae Fiber. Dus daar zit nu een internetverdeelcentrum. Dus dankzij mij verdient de gemeente ook nog heel veel geld. Plus dat dit kunstwerk staat in allerlei media, dagbladen, ja. worden rondleidingen gehouden. Waar moet je naar zoeken? Wat is de zoekterm? Under Heaven. Under Heaven. Under Heaven 02. Under Heaven 02. Nou ja, ik wil inderdaad dus... onder de A10, ja. Nou ja, dus het is qua opfleuring van de buurt. Hè? Het geeft de buurt ja, meer cachet. Nee, dus wacht. Als wij komen aanfietsen, elke keer als mensen kwamen aanfietsen, dan zag je gewoon daar dat aan de linkerkant zo'n geweldige oase.
En dan ben ik elke keer weer blij. Ja. Sinds 2008, elke keer ben ik blij. En het licht is een paar jaar geleden, twee jaar geleden of zo, is het... Nou, tot de corona onderhield ik het zelf. En op een gegeven moment, weet je, als ik in de kunst is het niet... het is een beetje sappelig af en toe. Vooral met die corona lag alles stil. Ik denk, nou, ik kan het gewoon niet meer dragen om zelf al die lampen te betalen en het onderhoud. Toen was ook het slot weg ineens, hè, omdat er een aannemer bezig was. Daar heb ik meteen melding van gemaakt. Dan krijg ik eerst een melding, ja, die hekken zijn niet van ons. Toen heb ik aangetoond dat die hekken wel van de gemeente waren. En dan ben je alweer een paar maanden verder. Hè. Toen zijn alle koperkabels gejat. Ik zei, jongens, jullie moeten het slot maken. Dat gaat van kwaad tot erger. Nou, we zijn nu 2 jaar verder. Ja. En nu is het hele kunstwerk aan het diggelen. Nou, ja, totaal. Vind... Echt, het is grondig, nou, ongelooflijk. Het kan weer gerepareerd worden, maar die kosten die zijn dan wel voor de overheid. Want dit kan gewoon niet. Wat gaat dat kosten, de reparatie, pesten. Om dat weer opnieuw op te bouwen? En het is ook, ik voel het meer, je doet je best in zo'n stad. Hè? En dan krijg je zo'n soort medewerker vanuit de gemeente die zegt... Oh, die wijken hebben juist kunst nodig. Nou, dit gebeurt. Maar dit is dan iemand die dat niet heeft gedaan. Maar ik heb ook het idee dat je wel heel veel waardering krijgt eigenlijk. Die kunstraad, wat vond hij hiervan? Nou, de kunstraad, dus het kunstcuratorium is opgericht. Hè, en die zeggen, oké, sommige graffiti, die is al van de beginjaren, die moeten we behouden. Een ambtenaar ziet dat niet. Hè. Dus het kunstcuratorium, de GroenLinks in het leven geroepen. Stap op de plaats. Wij kijken eerst of een kunstwerk wel vernietigd mag worden. Of een graffiti, of een zoiets. En dan pas wordt de beslissing genomen. Van dit kunstwerk hebben ze dus in 2019 beslist. Dit kunstwerk is een waarde voor de stad. Dat moeten we behouden, ook al is het geïnitieerd als tijdelijk kunstwerk. Door de kunstenaar zelf? Ja, door jij destijds. Dus. Ja. En dus ze zeggen, we moeten dit behouden. Ja, dat hele rapport gaat naar diezelfde ambtenaar weer. En die trekt het ten eerste in twijfel. Toen is er nog een rapport gekomen. Dat is het begin eind vorig jaar uitgekomen. En... nou, ze doen net of het niks aan de hand is. Okay. Wat zou je graag willen dat de gemeente doet? Nou, gewoon het herstellen van het werk en die hekken weer op slot zetten. Ja, oké. Okay. Leo van Münster, donleo.org. We gaan gewoon door. Donleo.org, ja. Blijven dienen is een eer. Dankjewel. Oké, okay. Gemeente, doe wat.